Jeg sendte TV2 News Danmark med en speciale udsendning nær Nederland op onsdag dækning fra den nederlandske selektie, om der de tal klingt så løg. Goedemorgen. In Nederland, de minister-president Mark Rutte's partij is bij de meeste zetels in het parlement na de verkiezingen van gisteren te krijgen. Ondanks een stijging van 2 zetels hadden geleek-politicus Geert Wilders' partij voor de vrijheid niet het resultaat dat hij had gehoopt. Met meer dan 95% van de stemmen geteld na de Nederlandse parlementsverkiezingen zijn Prem Rutters liberale verhecht een demokratiepartijbliken, det zijn het land de grootste. De partij staat om 93 van de 150 zetels in het parlement. En hier is Mark Rutte op weg naar het podium waar zijn partij, de VVD, verkiezingspartij. De partij ligt dus vast te houden aan de macht, na moten ook afschild te nemen van 8 zetels in verkiezingen met vorige zekingen. Goede dag van de verzekeringen van ons in Dangemarken. Het was heel lekker.